Oei, schrik niet. Je bent hoofddirecteur van 3 voor 12. En wat houdt dat precies in? Dat houdt in veel mails bekijken en veel muziek luisteren en veel schrijven over muziek. Ja. Ja. Maar praat je nu over deze tijd of zeg maar normale tijden? Ik praat ook gewoon over deze tijd. Het liefst gaan we voor corona natuurlijk, daar hebben we het daarover, over die tijd. Maar ja, je kan nu nog steeds wel iets doen met muziek die uitgebracht is. En een heel enkel keertje met een livestream of zo, dat soort dingen. Ja. Los van alles is er nog veel aan de hand in Rotterdam. Er staan een hoop dingen gepland, zeg maar. Mm-hmm. Onder andere de Baruch. Bedoel je Baruch Open Air? Ja. Dat is 11 september staat het gepland. Dat begint de periode te worden eind augustus, september. Dat begint de periode te worden dat ik er ergens stiekem op hoop. Maar aan de andere kant ook niet helemaal vanuit gaat dat het doorgaat. Ja. Zeker omdat het met... als het met 1,5 meter afstand is, dan heeft Baruch Open Air heeft het bijvoorbeeld al afgezegd. Ja. Vorig jaar, omdat het met 1,5 meter dat het niet uitkomt qua kosten. Nee. En als dat nog steeds zo is, en ja, ze moeten toch meestal wel 6 weken van tevoren moeten ze definitief besluiten gaan nemen. Ja. Dan weten we of het afgelast is. Meestal denk ik rond juni, juli, dat die festivals in augustus, september dan moeten gaan beslissen en moeten gaan investeren om dingen te gaan doen. En, ja. Ja, je bent natuurlijk helemaal gefocust op het gebeuren in Rotterdam, zeg maar, het culturele leven. En dat wil ik niet zeggen van hoe zie je dat nu, maar hoe zag je dat toen? Of tenminste, het komt alweer een keer, denk ik natuurlijk. Ja, het komt zeker wel. Ik ben trouwens niet helemaal alleen gericht op Rotterdam. Ik ben ook wel gericht op Nederland, Nederlandse underground muziek. Ja. Met onder andere een Spotify playlist die ik bijhoud, Nieuw uit Nederland, met iedere week een uur aan nieuwe Nederlandse alternatieve releases. Ja. En ik help ook bij de popronde Rotterdam. Ja, ik vind Rotterdam doet het best wel goed de laatste jaren. Ik zou zeggen dat we de tweede popmuziekstad van Nederland zijn. Eerste... En we zijn in opkomst, zeg maar, ja. En de eerste is Amsterdam, of zijn? Of ja, ik zeker bij popronden is Amsterdam de grootste. Alleen er zitten wel, net zoals er bij Rotterdam ook, dat er heel veel mensen daar naartoe zijn gegaan. Ja. Die vanuit daar dan muziek maken, zeker met de conservatorium, ja. Dat soort dingen. Ik denk dat alle festivals wel inmiddels zo'n plan hebben dat ze in ieder geval ook een artiest uit Duitsland of België en Nederland achter de hand hebben mochten die niet kunnen komen, omdat toeren gewoon heel moeilijk wordt. Er gebeurt nu zelf online natuurlijk. Maar ik heb het idee dat een hoop mensen, en ik kijk een beetje naar mezelf, als dat mensen een beetje online event moe zijn. Zeg maar. Ja, dat is zeker een ding, ja. Ze zijn na 14, 15 maanden wel toe aan een echie, zeg maar. Ik ook. Ja, ja. Maar... ja, echt, ja. Ik probeer bij Radio Worm meteen een andere op poten te zetten, wat wel leuk is. Een audio stream, zeg maar. Goed, dan hou je toch een beetje contact met de artiesten, zeg maar ook. Mm-hmm. Maar jij maakt ook radio. Ja. Ja. En wat doe je dan? Draai je alleen muziek of gewoon ook actuele onderwerpen? Ja, ik maak tegenwoordig 2 programma's. Ik maak Pioneer Radio, dat is bij Radio Capella. Ja. Dat is iedere dinsdag tussen 10 en 11 over hardere muziek. Ja. En dat is dan ook vaak met een interview of met een, tegenwoordig een interview. Ja.
via de telefoon. Normaal gesproken zouden ze langskomen, maar dat gaat niet. En tegenwoordig maak ik ook een radioprogramma over nieuwere Rotterdamse releases. 10 voor 010 op maandagavond tussen 10 en 11. En daar draai ik dan, probeer ik iedere week 5, 6 nieuwe releases. En dan van de week ervoor probeer ik ook een aantal releases weer opnieuw te laten horen, omdat je vaak toch een release vaker moet horen om het echt op te nemen. Ja. Ja, goed, laten we weer eens teruggaan naar Rotterdam. De bescheidenheid aan podia is wel groot, maar toch heb ik het idee dat we wat missen, zeg maar, sinds bijvoorbeeld de Waterfront en Nightown weggegaan zijn. Daar ben ik mee eens. Ja. 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 Dat... Het is een deels een alternatief podium wat een grotere capaciteit heeft. Ja. Waterfront is fijn, een soort van tussenfase tussen Rotown en Annabel en Masilo. Ja. En een podium dat ook gewoon echte programmering doet, in plaats van dat ze in samenwerking met, zoals bij Annabel en Masilo vaak gebeurt, programmeren kunnen. Maar ja, dat is een discussie die al heel lang gaat. Ondertussen vind ik dat we niet moeten vergeten dat we een hele interessante muziekscene hebben. En dat er misschien wel extra mogelijkheden zijn voor die bands en die muzikanten om in die kleinere podia zich te ontwikkelen. Dan heb je wel vervolgens moeite als je echt Rotown hebt uitgespeeld, dat je hem binnen een kwartier kan uitverkopen. Dan heb je een probleem. Ja. Maar het probleem, dan is de stap naar Masilo en Annabel is groot. Ja. Sommige bands lukt dat, maar ja, niet allemaal. En moet je dat ook willen? Dat weet ik ook niet. Onderwijl is er ook een nieuwe club ontstaan in Rotterdam in het Keulenweg. Bit, ja. Dat klonk ook al veelbelovend, maar dat lijkt een beetje op het verhaal van de Berghain in Berlijn of zo, maar dat hoeft niet verkeerd te zijn natuurlijk. Maar goed, dat is Nee. ook zoiets wat met TZT zich kan ontwikkelen, zeg maar. Ja, ik vind het wel slim dat ze met ticketsverkoop die net iets duurder zijn dan normaal, een soort crowdfunding doen om het te kunnen doen. Omdat de banken en andere instellingen die geld kunnen geven, dat toch wat minder graag doen nu. En dat je met een crowdfunding met het publiek toch uiteindelijk dingen kan voor elkaar boksen. Ja. Dus dat zou heel fijn zijn als die er kunnen zijn. En dat ze bijvoorbeeld in september. Ook. Fingers crossed dat het weer allemaal kan en dat je kan dansen en springen. Ja, dat zou fijn zijn. Een groot doel voor een hoop mensen is nu het Left of the Dial Festival in Ja. Maasilo. En dat is in Ja, oktober. wordt het in de Maasilo? Ik hoop Ja, dat ze gaan voor de kleine locaties. precies Rond weet ik Geluid niet, Gebeurtenissen. maar zeker als de situatie dan nog een beetje penibel is, dan is de Ja. Maasilo wel een betere plek, met een soort voetbalveld grootte. Ja. Ja, daar hadden ze een leuke invulling aan gegeven. Ze hadden allemaal hobbelpaarden waar je op kon Ja. zitten. Je hebt niet gezegd waar ze op mochten zitten. Dus ze hadden allemaal loopbanden, weet ik veel wat, hadden ze geregeld. Ja. Ja, ik hoop dat het van harte doorgaat. Fingers crossed. Het is een mooi initiatief. En het is een beetje waar Rotown toch wel een beetje bekend om staan. De punk, de post-punk, de indie. Ja. Bedankt voor je tijd in ieder geval. Asje. En ik hoop je vroeg of laat een keer tegen te komen bij een leuke band. Ja, dat hoop ik ook heel erg. Dat hoop ik ook heel erg. Ja, dat gaat ook weer gebeuren. Alleen de vraag is wanneer. Maar Ja. ik zou zeggen bedankt en fijn weekend, fijne Pinksterdagen. Dankjewel, dankjewel. Ja, jij ook. Ja. Tot zo. Hoi.